Om met de deur in huis te vallen, in één van de zaken is Shell Nigeria veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. In de andere vier zaken zijn alle vorderingen afgewezen. In de rechtszaak over twee olielekkages bij het dorp Ikot Ada Udo heeft de rechtbank geoordeeld dat Shell Nigeria volgens het toepasselijke Nigeriaanse recht een zorgplicht, een zogenaamde duty of care, heeft geschonden en bijzondere nalatigheid, een zogenoemde tort of negligence, moet worden verweten. Daarom heeft de rechtbank Shell Nigeria, dat is voluit Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, de Nigeriaanse kleindochtervennootschap van het Shell-concern, in die zaak veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de Nigeriaanse eiser, dat is de heer Akpan. Ja, het is natuurlijk voor een belangrijk deel een heel mooi vonnis, omdat de rechtbank heeft vastgesteld dat Shell een zorgplicht had om sabotage te voorkomen. Dat is iets heel nieuws. En heeft vastgesteld dat ze die zorgplicht heeft geschonden. En dus in elk geval in Ikot Ada Udo zal moeten betalen. Dat is heel erg gunstig. Tegelijkertijd is het een beetje dubbel. Omdat de rechtbank ook heeft geoordeeld dat er in twee andere dorpen geen aansprakelijkheid zou zijn van Shell. Dat vind ik een behoorlijk onbegrijpelijk oordeel. Vooral omdat de rechtbank vindt dat daarvan ook niet is komen vast te staan dat het onderhoudsgebreken zouden zijn. En met weinig bewijs genoeg geneemd om tot de conclusie te komen dat het sabotage zou zijn. Dus in zoverre is het een zaak die zich goed leent voor een hoger beroep, lijkt me. We are victorious in one aspect. Then the other aspects, we are not giving consideration. The Akwaibom case was okay, victory for them. The Oroma case had not been addressed properly. And in my own case, I was not given fair hearing. Because my father's investment in Goi community that had been badly devastated by oil from Shell activities in my area was not given any prompt attention and it was not properly addressed. That is why I'm not happy with that. Toch overigens blijdschap bij ons, omdat in ieder geval in één van de zaken Shell is veroordeeld en schadevergoeding moet betalen. Bovendien heeft de rechter gezegd, Shell is verantwoordelijk voor het voorkomen van sabotage. Dat is een hele belangrijke principeuitspraak. En daarmee kunnen wij uit de voeten, ook in andere zaken, om ook in die zaken gerechtigheid voor elkaar te krijgen.